Mogel en Koerdi, je allereerste wedstrijd hier in het Noordliestadion en dan zo beslissend zijn. Ja, heerlijk gevoel. Ja, belangrijk. De 3 punten natuurlijk. Alleen ik denk in de slotfase een doelpunt te maken. Ja, heerlijk gevoel. Ja, dit moet echt heel lekker gevoel voor je geven. En ook vertrouwen moet dit geven voor jou. Ja, zeker. Dit is echt heerlijk. Dit is ook mijn eerste eredivisie doelpunt. Dus voor mij een heerlijk gevoel. Maar wat ik net al zeg, nog belangrijker is dat we de 3 punten binnenslepen hier. De eerste helft. Jullie begonnen heel goed aan de wedstrijd, hè? Ja, ik denk voornamelijk de eerste 20, 25 minuten. Daarna zakt het even weg. Maar ik denk in de tweede helft dat we gewoon niet zoveel hebben weggegeven. En daarna maakt de trainer de keuze om aanvallend te wisselen, want we willen voor de 3 punten gaan. En dat is uiteindelijk gelukt en heerlijk gevoel. Ja, de tweede helft was gewoon een sapig potje eigenlijk, totdat de wissels. Ja, tweede helft. Ik denk dat we niet echt veel hebben weggegeven, zoals ik net zeg. En dan... Maar ook niks gecreëerd. Ja, oké. Maar daarna wel, ja. Ja, en het best wel zo. Jullie hebben in de tweede helft ook weinig gecreëerd. Toch ook de wissels aan toe. Paul Gladon die komt er eerst in en die brengt wel heel wat voor jullie. Ja, met Paul natuurlijk. De kopkracht, de ballen doorkoppen was belangrijk voor ons. Maar ik denk dat we hier gewoon de 3 punten hebben binnengesleept. Dat is het belangrijkste voor nu. Heeft er geholpen dat de trainer op een gegeven moment even boos werd op jou? Ja, ik heb het niet meegekregen. Ik heb het wel gehoord, maar ik begrijp het wel. Dus emotie in de wedstrijd. En ik was gewoon gefocust op de wedstrijd. Dus, Ja, je verdedigde op een gegeven moment even niet mee. En hij werd even heel pissed off op jou en gooide met zijn paraplu. Ik denk van, dit gaat hard om hard. En 2 minuten later schiet je de winnaar er binnen. Ja, zoals ik net zeg, dat kan. Het is gewoon emotie en dan maak ik een doelpunt en dan ga ik ook helemaal los. Dat is gewoon emotie op het veld en daarna is het gewoon weer over. Ja, vertel, wat gebeurt daar bij die goal? Ja, zoals ik net zeg, het is mijn eerste eredivisie doelpunt. Dus voor mij, ik maak een doelpunt en het eerste wat ik denk is, ik ga het met de supporters vieren. Ja, omdat zij ook gewoon belangrijk zijn voor de spelers, de steunen je. Dus dat was mijn eerste gedachte. Daar liep ik ook meteen naartoe. Dus, Maar je nam die bal aan. Je krulde tussen 2 man door. Had je direct door die schieten met de korte hoek? Ja, ik dacht dat ik even dacht van, staat er iemand vrij? En toen daarna dacht ik, ik schiet hem gewoon. Dus doelpunt. Belangrijk. Ja, maar wel leuk hè, ook voor de supporters dat jij als nieuweling hier dan direct de winnende maakt. Ja, ik zeg net, dit is gewoon echt een heerlijk gevoel. Voornamelijk omdat je maakt in de slotfase en dan de 3 punten binnensleept. Dat is wel echt geweldig. Ik denk dat weinig mensen nog hadden verwacht dat Groningen hier vandaag met 2-1 overwinning de winst binnen zou halen. Ja, dat hebben ze blijkbaar niet goed verwacht. Nee, dankzij Mo, Elan, Koerdi. Ja, klopt.